Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. We gaan Rayman Legends spelen en dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met mijn grote vriend Jordy van de Support Guys. Nou ja, grote vriend klopt wel, ja. Ja, je bent wel lang. We gaan Rayman Legends spelen, een spel die ik al een hele tijd graag zou willen spelen. En nu is de tijd, we nemen dit IRL op. We moeten wel helemaal naar Nederland zoeken, hoppatee. En dan gaan we een nieuw spel spelen. Voor mij is dit echt compleet blind. Ik heb wel ooit een keertje van iemand misschien een half uurtje gezien, maar dat is het dan ook. Mm-hmm. Zeer benieuwd. Een hele. Is het zie Globox in de game? Gaap en oorverdoofd. Ja, Globox zit in de game. Nice. Het lijkt erop dat de helden van Dreams zijn geveld. Mooiste vind ik ook nog, mensen zijn letterlijk hier aan het lullen, maar er zit geen ondertiteling in, dus. Oh ja. Wij kunnen het niet verstaan in dit geval. Groot dutje. Is daar nou je? En kikker. Namen de nachtmerries toe. Ze verspreiden zich. Ze produceren nieuwe griezels. Nog enger dan ooit tevoren. De Glade of Dreams is in gevaar, mijn vriend. Ik vind ook zo mooi als je zijn pijp in zijn bek heeft. Kom. Ja. Snel, wek onze legendarische helden. Oh, het is zelfs in Nederland. Ja. Oh, wat slecht. Dat is heerlijk. Dit is wel goud. Wakker worden. Oké, ja. Ik ben Globox. There we go. Ik zie dat volgens mij de boel. Oké, gaan we die kant op. Ja, want dat was nummer 2, dus dat is nummer 1 links, toch? Ah, ja. Geen remmen, RT is remmen. Jee. Maar, typische Milan vraag, wanneer krijg ik de running shoes? Ja, echt hè. Wow, geheime tunnel! Geheime tunnel. Geheime tunnel. Zo moet weg. Ja, we komen net weer terug van Kirby, dus het is even weer wennen voor Milan. Lekker bezig. Geen idee, maakt niet uit. Nou, we zijn bezig met Murphy. Je hebt al iets geraakt, daardoor kom je in die bel. Net zoals met de Super Mario series. Hoe val je aan eigenlijk? Ai. Ah. Zijn we even wakker maken? Dank u. Dit is wel een hele rare Mario game. We zijn nu al in Bowser's Castle. Ja. Dit is te veel macht. Oh,
Toch even naar hier naartoe, hè? Ja, ik weet het, maar ik kan niet meer over. Nu wel. Toch op laag al. Ja, ik ben speler 1, dus ik moet de pincontrole van Murphy. Oh. Kan ik op jou staan? Nee. Dit keer moeten we wel ons best doen om te 100% te volgen. Ja. Jou dus. Poging 2. Ik moet loslaten, sorry. Oh, jij kan helikopteren. Kan jij waarschijnlijk ook. Ja. Oké, ook al is het geen helikopter, maar alsnog. Het is een soort van Yoshi. Ja. Het is inderdaad een soort van flutter jump. Kun je binnen? Hit me, dank u. Het is wel even wennen voor mij om twee characters even in de gaten te houden iedere keer. Dat snap ik. En hier kan je ook niet geheerd worden, zeg maar, dan doe je gewoon meteen af. Jij individueel, ik individueel, maar als we beide worden geheerd, of beide worden geraakt tegelijkertijd. Ja, dan is het... Maar ik bedoel meer van, in Kirby kon je gewoon zoveel geraakt worden als je wil, dan ben je nog niet dood, zeg maar. Yep. Gaan we door de deur heen. Hier? Ja. Oh, dat was een deur. Nou, dus dat jij het zelf. Durf jij het aan? Maar ik ga je niet multitasken. Laat me los. Ja. Ja, wat, kan ik gewoon jumpen? Ja. Nou, succes. Oh, ik had nog iets moeten doen blijkbaar. Ja, je moet ze slaan. Oh. Nou, je kan ding controle naar mij komen, dus... Poging nummer 2. Maar dan pakt hij... Controls. Hier, waarom pakt hij hem niet vast dan? Nee? Hier. Dan. Nou, dankjewel voor het leven. Altijd mooi. Oh, ja. Ik word vanzelf naar jou. Ja, daarom. Dus maak je... maak er samen geen ruk uit. Nee. Kom eens in. Nou, we hebben er al een gemist. Mensen, dat was de serie. We zijn nep gamers. Sorry. Ik weet precies waarom ik zeg dat ik te veel macht heb. Maar ik wil jumpen met A. Want met A controle je ook op Murphy. Oh, dat is een beetje lastig. Ja, want dit is volgens mij oorspronkelijk ook een Wii U game. Ah, oh, dan heb je een Nintendo jump natuurlijk. Nou, heb je de gamepad. Oh, Wii U natuurlijk. Ja.
Maar ik moet wachten tot Murphy zo ver is. Tot die tijd kan ik niet zo heel veel dingen doen. Nou, daar zijn we. Eén lemming of gremlin of... Eén die vergeten. Ja. 150, 300, 450. Nou, neem die maximaal. Jammer dan. Oh ja, het waren 10 C's. Ja, dat waren het. Nee, we gaan er geen 826 verzamelen. Nee. En dan gaan we naar de volgende. Oké. Voor die zo'n kasteel. Dat is wel één. Dat is niks. Kunnen we hier langs? Nee. Dat redde jij ook net. Oké. Daar we go. We hebben weer een tunnel. Ja. Blokpuzzeltijd. Even goed opletten. Dat valt wel op. Nee, dat is dus niks. Dat is dus def. Ik ga bovenlangs. En ik zeg nu, krijg maar de pleuris. Ik schiet naar voren. Pam 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 pam. Hallo meneer, goed meneer. Chak chak. Daar hebben we dus niks. Wee! Nice. Ja, dat is Zelda. Ja, alleen hij is mooier in Zelda. Ja, is het beneden iets of is het boven iets? Nee, boven iets. Ik denk het niet. Nee, omdat de eerstvolgende tientje die wel unlocked, meteen de eerstvolgende was in de rij, dus we hebben niks gemist. Oké. Wee! Hang jij hier vaker rond? Kijk, nu hebben we ergens een 10 gemist. Ik heb alleen geen idee waar.
lekker bezig. Buiten heeft iemand ook de bas flink aanstaan. Ja. Ik vind dit niet meer leuk. Ja, ze hebben echt de bas in het oog staan. Als wij het hier kunnen horen. En nu dan was hij er weer. Oké, nou ja, bijna 100% ook goed. Ga maar. Maar deze game gelooft wel in eerlijkheid tussen player 1 en player 2. Dan 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 dan. Nou, dit keer waarschijnlijk ook weer niet ver. Nee. Maar ik heb het goed genoeg. Wel ja. Oké. Deze gaat een moeilijk graadje omhoog als ik het zo zie. Mm-hmm. Nou, dan hebben we de volgende unlocked. Maar eerst Teens is in trouble. Yes. Dat is het enige nadeel dat ze soms meteen weer doorsturen. Ja. Oh. Nou, zit. Hey, die hebben we net gedaan. Ja, ik zie het, ja. Ik zag een pop-up. Ik denk dat ik druk even op die pop-up, maar... Helaas. Helaas. Peanut butter. Level stoppen. Ja. Level stoppen. Ja. Level stoppen? Ja. Let's see wat ik bedoel. Ah. We hebben geluk gesloten. Krasma. Dat is mooi. Ik heb geen idee wat dit heeft gedaan, maar mooi. Dat is mooi. Het magische woud. Daar heb ik het. Vermoeiend. Nu heb je ook even een extra hit. Lekker bezig. En daar is... Ja. Geheime potgang. Geheime potgang. Wat een gequote. Dat is deze, dat is deze. Dat is die. Nou, pak hem maar. Lekker bezig. Oké. Hey. We horen niet heel veel van de muziek, maar wat ik hoor klinkt heel goed.
misschien dat ik als ik terug hoor, spijtig zit, dat ik dan ook denk van, nou leuk. Ja, denk ik wel. Net te laat. Dat is beter. Kom hier. Ja, qua platform is dit meteen een stuk moeilijker dan Kirby, hè? Ja, dus het is wel gewoon veel meer uitdaging. Mm-hmm. Zoals ik die de afgrond in duik. Ja. Zoals wij die de afgrond in duik. Nee, ik duik hem in en jij dacht van, ja, Jordi wil ik niet alleen laten. Deze was super moeilijk. Ja. Ik heb geen idee hoe we dit ooit hadden moeten halen. Echt hoor. Muntjes. Nee, ik had een zo'n dude. Oh, zo'n dude. Nou, dat is goed bezig. Aww. Sad. Waren we er bijna? Moeten we de aflevering al beëindigen? Nee, nog 3 minuten. Fiesta de los Machos. Nee. Is er doden? Ja. Wacht, huh? Hoezo? Nee, ik snap het niet. Wat snap je niet? Nu zijn er hier levels, maar buiten zijn ook levels. Ja, overal zijn levels. Binnen de levels zelf zijn nog levels. Murphy, kom eens hier. Dank je, Murphy. Net had je Murphy niet op de vorige level wel. Nee, alleen een hele specifieke stuk hebben Murphy. En ik loop een beetje door als je het niet erg vindt, want we hebben niet veel tijd. Ja, als ik hem kan pakken, mooi, maar als ik hem niet kan halen, ja, jammer dan. Je hebt op zich nog een aardig vroege checkpoint, dus dat is goed. Gelukkig Robby bent hij wel een beetje. Ja, sorry dat ik niet echt gefocust ben op jou. Ik ben meer gefocust om even level door te halen dan ding te doen. Don't care, vindt goed genoeg. 1 lemming op 1 10 zie je ook goed. Oké, deze held houden. Later kunnen we wel gaan kijken of we jou voor Globox of iets anders gaan pakken. Ja. Maar ik denk dat we nou aan de tijd zitten, of niet? Ja, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.